Ik kom van oorsprong uit Eersteren, onder de reek van het oude steenfabriek. Daarna ben wij verhuizen met ons gezin naar het oude Voegelon. Daar hebben we toen een pleert gekregen. Ik ben een boerenzoon. En dus net die in de boerderij. We waren met 8 jongens thuis. En we besteden in eigen gezin uit? Mijn eigen gezin besteedde uit mijn vrouw, Sipi, en Treienben. Een dochter, de oudste, Sjoukje, een zoon, Ewout, en nog een zoon, Jesse. En wat voor werk was het eigenlijk, Dijs? Ik ben productieleader in Hilversum, voor een heel grote opnames van de omroepen daar. Dus eerst je als dirigent uiteindelijk van een compleet orkest en uiteindelijk een zanggroep of een koor, hoe mag we dat nemen? Ja, een soort vocalgroep binnen 8 stemmen die eigenlijk de solisten steeds ondersteunen en extra energie en koorkens jouwen. De line-up die voor een groot deel betekent ik die zelf, ja. We hadden op de vrede unit 2 solisten, dat is Sharon Dawson en dat is Xander de Buissonnier. En die komen met hun eigen songs natuurlijk binnen. En daaromheen, als ik die dan binnen had, dan denk ik van hey, daar past dit materiaal echt mooi in. Want dat is een contrast eigenlijk met wat zij doen. The Night of the Proms, dat is heel bekend. Ja. Maar we nemen het hier in Dokkum, The Night of the Proms. Waarom dat? Nou, omdat er in Dokkum natuurlijk om het kleindiep, het podium wat daar leidt, heel grote boorten lezen. En toen is ooit het idee bij Jan Michiel om te stingen van hey, laten we het Night of the Proms benemen. Want dat jouwt ik echt het idee van hey, er zitten al je boordjes omheen. Iedereen kan op het wet lezen of op de kade stingen. En dat maakt het gewoon een hele bijzondere sfeer. Van hoeveel jongens is er eigenlijk op het podium? Ik zie er altijd één unit van het podium, dat is de vrede unit, het openingsconcert. En de orenconcerten, daar bemoei ik met Tjenoa. Welke artiesten we uitnodigen en wat we daartussen terug doen. Dus eigenlijk qua inhoud betekenen hoe geven we de vredes, de sneurens en de snijners doen. Maar dan ben ik een hele oren gesprekken die nog plak vinden. Maar het licht, maar het geluid, maar de stage manager. Om alles goed in goede banen te leiden. Nou begint eerst met die zanggroep en vervolgens komt er een strijkorkest bij en een blaasorkest. Ja. En alles kan leiden. Ja, klopt. Had je een opleiding in hoor? Ja, ik ben van origine had ik het conservatorium die in. En ik ben dus uitvoerend muzikus en haar dirigentenopleiding die in, plus nog trombonist en piano. En die solisten die je van ons aan het optreden bent, die denk op de admiraliteitsdagen optreden, zie je die zelf uit? Nou, die zie ik zelf al heel wel uit. Ik vang ideeën op en ik zorg dat ze hier in los komen om ze te zeggen. Ik denk van, hey, die kind heb ik wel maïs, jongen. Zit dat muziek, zit dat in de familie? Nou, van origine eigenlijk net. Het enigste is dat er in ons huis wel een soort muziek maken waard. Maar het is net zo dat het nog van oorsprong echt in de familie zit. Maar er zijn wel een groot aantal broers die ik de muziek in hier binnen. Ik heb begrepen dat die dochter ook zingt? Ja, dat klopt. Die zingt ik zeker ik bij mij. Wat voor gevoel had een hij daarbij? Nou, daar is er altijd heel wies op. Ja, zeker. Ja, ik wil weer. Het is ik altijd een zwaar extra, want door 16 eigen dochter dan toch wel op een heel groot podium deel. Maar als het goed slagen, dan ben je er ik altijd heel trots op. Zeker. En die dochter zit ook in de muziek? Nee, die zit in de geneeskunde. Ze studeert nu in Enschede voor specialisatie neurologie. Maar de passie van de muziek had ze van Heid Roen aan Ja, van Heid en Mem, ja, want Sipi, mijn vrouw, die. Sjonk ik altijd, dus wat dat betreft had ze het wel van beide maken kregen. Dus je naar uit naar die admiraliteitsdagen? Ja, als to, we beginnen al heel betiet met de tarierings hiervan. En dan bouwst op en dan bouwst op. En nu is het in de week een hartstikke druk. Maar dan haast ik wel nog van jongens, het moet er nooit haast komen. Want dan komt het echt tot expressie.